Celstraf geëist tegen de Schellinger. Dodelijk ongeval op chatterschip en brandweer zoekt vrijwilligers. Welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 3 september. Er is een gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige Terschellinger. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 6 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk geëist tegen de Terschellinger die in februari vorig jaar een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het te hard is gereden. Naast de celstraf eist het OM ook een rijontzegging van 2 jaar. Lennart was aanwezig in de rechtszaal. Wat tijdens de zitting heel erg overheerste was dat de verdachte heel erg was aangedaan. Hij durfde nauwelijks hardop te spreken. Er zat de hele tijd een continue trilling in zijn stem. En via de advocaat van de verdachte werd ook aangegeven dat de verdachte ook leidt aan PTSS sinds het ongeluk. Nou, de familie van het slachtoffer stelde daar weer tegenover dat ze het gevoel hebben dat de verdachte al 1,5 jaar lang wegkijkt voor het ongeluk. Zo zou de verdachte via sociale media gewoon doorgaan met zijn leven en dat ook expliciet aan andere mensen willen laten zien. En dat raakte de familie hard op het moment dat ze de laatste spullen van het slachtoffer aan het opruimen waren. Ja, stond verdachte alweer vrolijk op sociale media. En dat kwam als een extra klap in het gezicht. Ja, de familie haalde het aan. Het voelt alsof je hem nog een keer hebt overreden. Ja, dat was wel een emotioneel moment. Over 1,5 week doet de rechter uitspraak in deze zaak. Helaas nog een verdrietig bericht. Een ernstig ongeval op de Waddenzee. Afgelopen woensdag gebeurde er een tragisch ongeval aan boord van het charterschip op het Wad. Hierbij is een meisje van 12 jaar om het leven gekomen. Hulp van de diverse instanties mocht niet meer baten. Het meisje overleed ter plaatse. Op het moment van het ongeval waren er 15 andere leerlingen aan boord. Allemaal van een scholengemeenschap uit Den Haag. Tegen 3 uur kwam het schip in de haven van Harlingen binnen en werden de kinderen opgevangen in het boothuis van de KNRM waar ook slachtofferhulp klaar stond. Het schip is in beslag genomen door de politie en er zal uitgebreid onderzoek gedaan worden door de dienst Infra hoe dit kon gebeuren. Er is op het schip duidelijk te zien dat de giek door midden is gebroken. Het is in betrekkelijk korte tijd het 5e incident. In 2016 aan boord van de Amistitia, waarbij 3000 opvarenden om het leven kwamen, oorzaak een gebroken mast. En afgelopen voorjaar aan boord van de Wilhelmina. De oorzaak hiervan is nog steeds in onderzoek. Ina Scherps, burgemeester Harlingen, wil in gesprek met de belangenverenigingen, bestuur en schippers om de schepen in de toekomst veiliger te krijgen. Veel mensen droomden er als kind al over. Brandweerman worden. Had jij deze droom ook? Dan is nu je kans. De brandweer op het eiland die zoekt vrijwilligers. Ivo, vrijwilliger brandweerman ben jij? Yes. En jullie zoeken ook vrijwilligers volgens mij, hè? Ja, klopt. Kun je daar helemaal iets over vertellen? Ja, we zijn kort geleden zijn we een campagne gestart voor het werven van nieuwe brandweervrijwilligers. Omdat ze nodig zijn. Ja. Simpel als dat. Ja. Ja, er is een verloop, zoals bij elke vereniging of bij elke plek waar je vrijwilligers nodig hebt. Ja. En zo ook bij ons. Ja. Dus er zijn wel mensen weg en we moeten weer verse aanwas hebben. Ja, precies. Ja. En hoeveel vrijwillige brandweer, mannen en vrouwen zoeken jullie dan? Dat is natuurlijk, een man of 4. Daarbij, inderdaad. Want je moet ook naar een opleidingstraject gaan. En dan is het wel fijn om een clubje samen te hebben. Dat je in één keer kan beginnen. Ja. Ja, want je zei al opleiding. Ja. Er wordt wel wat in. Ja, zeker. Ja, en het is ook een traject, zeg maar. Yeah. Iedereen die kan zich natuurlijk aanmelden. Yeah. En dan gaan we. De eerste stap is, pas je bij de ploeg natuurlijk. Yeah. Is de ploeg wat voor jou? En, dus dan ga je eerst komen, dan kom je gewoon even langs. Yeah. En, dan ga je de oefenavonden met ons mee oefenen. Dan komt er op een gegeven moment een tijd dat je de pieper meekrijgt. En dat je bij uitrukken jezelf ook laat zien. Ja. Want het is natuurlijk vrijwillige brandweer zijn. Dat betekent, dat wordt wat van je gevraagd. Ja. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als die pieper gaat, dan wordt verwacht dat wij hier binnen korte tijd zijn. Ja. Het is wel zo dat je die auto die moet met 6 man wegrijden. Ja. En we zijn een beetje korps van ons formaat. Die hebben een 14, 15-tal vrijwilligers om te zorgen dat die auto altijd kan rijden. Dus op die manier kan je ook wel
schuiven met beschikbaarheid. Ja, precies. Als de eerste zes hier het zijn en de auto gaat weg, dan kun jij misschien weer naar huis bijvoorbeeld. Of in de tweede auto zeker. Stappen. Of inderdaad, en afhankelijk van de grootte van het incident, dan is het misschien handig dat er een tweede bike, dat je er nog achteraan kan. Ja. Maar dat is het, er moeten minimaal altijd zes mensen wegrijden. Ja, precies, in de auto. Ja. En dat maakt het wel, het vrijwillige korps een beetje flexibel. Maar er wordt wel verwacht dat je er zo vaak mogelijk bent. Ja. En zijn er nog meer eisen waar je aan moet voldoen? Kijk, een brandweerman, iedereen weet het al, dat zijn fitte jongens. Ja. Dus dat is het natuurlijk wel, hè. Je lichaam is wel een beetje je werktuig. Dus ja, je moet wel gezond zijn. Ja, inderdaad. En er is ook een aanstellingstest. Ja. Dus je wordt op een gegeven moment, dan beslissen we samen met de ploeg dat je dat opleidingstraject ingaat. Dat is een tweejarige opleiding waar in die tussentijd ook, dat is een best intensieve opleiding. Ja, is dat een fulltime of hoe moet je dat zien? Nee, dat wordt een beetje aangemeten. Bij ons was het zo dat wij in het weekend, dat we elke zaterdag voor een jaar lang, niet elke zaterdag, maar de zaterdag was een trainingsdag. Ja. En dan gingen we eigenlijk of naar de wal of de instructeur die kwam hier. En voordat je dan die opleiding ingaat, dan is er ook een aanstellingskeuring. Ga je naar Leeuwarden en dan doe je een fysieke test. Ja. Dan loop je een deel van de PPMO-test. Dus de fysieke test die wij één keer in de vier jaar, en hoe ouder je wordt, hoe vaker je moet doen. Ja. Dan moet je die test doen en er wordt ook een soort geestelijke keuring wordt er dan gedaan om te vragen hoe het met je gesteld is. Want je komt natuurlijk ook in situaties waar mensen weglopen. Ja. Je moet ook benagaan, een auto of een incident, een dodelijk ongeval. Ja. Dat zijn dingen die je gaat zien en dat zijn dingen die je rugzakje kunnen vullen. Ja, dus die impact op je hebben. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Ja. Ja. Ja, want dat was ook gelijk dan de volgende vraag. Jullie doen niet alleen brandblussen, maar het is veel meer dan brandblussen, hè? Ja, zeker. Ja. Dus brandweer, dat is brandblussen. Ja. Maar technische hulpverlening, dus met incidenten, met beknelling, kunnen we het slachtoffer bevrijden. Ja. Waterongevallen, kunnen we mee assisteren. Gevaarlijke stoffen, je kan indenken dat er hier een keer een scheepsramp is en er spoelen gevaarlijke stoffen aan. Of er raakt een auto lek op de hoofdweg met gevaarlijke stoffen. Ja. Daar zijn we ook voor getraind. Dus dat valt allemaal binnen het takenpakket van de brandweer. Ja. Ja, dat ook. Ambulanceassistentie, dus tillen. Ja. Ja. Het is nogal wat om bij de brand weer te komen. Ja. Maar is het leuk? Het is fantastisch. Moeten mensen dit doen? Ja, maar je bent die functie die bekleed je 24/7. Ja. Als je met vrienden bij het barbecue bent, zeg je altijd, er kan niks gebeuren, want er is een brandweer. Ja. Dus dat is altijd, die brandweerfunctie bekleed je eigenlijk altijd. Ja. En deze campagne, is die alleen voor West of zoekt Midland ook brandweer? Nee, het is voor allebei. Ja. Dus wij zoeken mensen en Midland ook. Ja. En waar kun je aanmelden, mocht je helemaal positief raken? Ja, dan ga je meteen naar brandweerfriesland.nl. Ja. En dan kan je aanmelden. Okay. Nou, dankjewel. Of spreek ons aan op straat. Hè. En, ja. Of kom ik hier langs. Of kom langs. Elke maandagavond oefenen we. Okay. En loop gewoon een kazerne binnen. Ja. Ja. Nou, dankjewel en veel succes. Komt zeker goed. Dank u wel. Joep. Afgelopen zondag kon je meewieden op voorwerpen uit het Landbouwmuseum het Hooivak. Wij namen natuurlijk even een kijkje. €5 geboden. Ja, Bos, €5 geboden. €5 geboden. €5. Wie biedt er meer dan €5? Niemand. Dan gaat hij naar Jaap Borst toe, €5. Eenmaal, andermaal, verkocht aan Jaap Borst. Gefeliciteerd. Ik sta hier bij Klaas Vis en die is samen met Dominique al jaren eigenaar van het Hooivak Museum, Landbouwmuseum. En het gaat stoppen hier, Klaas. Hè? Ja, aan alles komt een eind. En er is een heleboel herinneringen. Als je dat leeghaalt voor Dominique, dan veel meer is voor mij. Ja. Dominique heeft hier op een ladder en op... Hoe lang heeft het bestaan eigenlijk? 20 jaar. Ja, daarom. Best wel maar lang. Dominique heeft het hier, Holderbul, arme Riet heeft ze achter die latten weer gepropt, omdat het allemaal vergaan was en er weer tussen met mondkapje voor. En we hebben balustrade gemaakt, nieuwe legers erin gemaakt, want het was allemaal oud en vermalmd daarnaar. En dan helemaal vol, kijk maar, alles stond hier binnen. En ja, op een gegeven moment houdt het op, jongen. Jullie hebben vandaag ook een veiling?
Ja, hij is net aan het gang geweest. Nou, in mijn beleving brengt niks op. Ja, Bos heeft een paar dingen gekocht. Prachtige mooie schoolbankjes voor kleine kinderen. Oh, ja. En dan bieden ze een tientje of zo. Nou, ja, Bos die zegt 50 of 60 euro, maar als je hem laat maken bij, ja, bij de Timma kost hij 260. Ja, precies. Ja, 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 en zo ja, is met alles. Ja. Of die oude kist die daar staat, zijn oude dekenkist. Ja. Maar al die werktuigen, daar is natuurlijk wel belangstelling voor. Niet of nauwelijks. Want nee? Jan Terpstra heeft net twee sokkelbakken vol oud ijzerprijs met een oude melkbus. Nou, één oude melkbus met een koperen nummer. Oh ja, ja. Oh, dat is ook wel leuk. Ja. En voor een tientje neemt hij alles mee. Daar zitten palingscharen, die kijken wel met die bladen. Ja, ja. Konijnenklemmen, mokers, bijlen. Konijnenklemmen? Wat zijn konijnenklemmen? Oh, zo'n ding waar je inknijpt en dan een palletje erop zet en als er een kat op gaat staan of een konijn, ja, dan is het klak. Klik. Dat is een ouderwetse mantelwerk. Ik ving er vroeger ook wel eenden of dinges mee. En mijn moeder had kat ook een keer, dat was niet de bedoeling. Die zat er ook in. Jullie hebben natuurlijk ook, Martin heeft natuurlijk ook boertour. Ja. 20 jaar genoten? Ja, nou, kijk, het was Dominique haar ding. He? Het was Dominique haar ding. Ja. En die heeft ze ervoor ingezet en uiteindelijk de kinderboerderij en de zorgboerderij. Voor bijna 10 jaar zorg. Zorg deden jullie ook, hè, een stukje? Bijna 10 jaar en dan 8 tot 9 cliënten die een zorg verleden. Oké. Okay. En die waren dan, hadden dan dagbesteding, hoe zie ik dat? Open dagbesteding. Ja, precies. En mensen met een PGB, met een beperking en zo. Maar de mierenneukerij van de overheid die maakt eigenlijk dat het ellende wordt. Ja. Want een eenmansbedrijf was ook Dominica ding. Ja. En dat je dan zulke lijsten moet inleveren en rapporten en die worden dan door iemand dan is de lol 200 eraf, kilometer verderop op een punt en komma afgekeurd. En, nou, en dat is. Dan zou ik zeggen, gaan we wel lekker genieten dan, hè? Ja, jongen. Nou ben je echt met pensioen zeker. Ik ben 77, jongen, wat ben je? Ja, nee, maar nou ben je echt met pensioen, toch? Ik ga van herfst even goed aanpakken, karbeetjes plekken. Oh, je gaat toch nog even karbeetjes plekken. Zo zie je, Klaas Vis is niet te klein te krijgen. Dus succes, Klaas. En bedankt voor de afgelopen 20 jaar, want het was wel voor het dorp weer een mooie aanvulling, toch? Ja, ja, ja. Nou, laten we eerlijk wezen, dat kunnen we elkaar de hand schudden. Want die aanvulling heb jij op grote schaal ook gedaan. Ja. Maar ik bedoel, het deed er dus wel weer toch weer iets minder in. Het gaat wel weg, ja. Het gaat wel weg. En laten we eerlijk wezen, je moet er 100% idealisme bij hebben, want van een museum. Nee, daar kun je natuurlijk niet van bestaan. Levert niet op. Bedankt, zet hem op. En pluk ze, hè? Oké. Ik ga om 10:30 heen en ik ben om 10:30 ben ik weer thuis. En als ik 11:30 thuis wezen wil, ga ik 11:30 weer naar huis. Zo is het. Schitterend. Haal je petticoat alvast van zolder en zet je kuif in het vet. Volgend weekend is het eindelijk weer zover. Rock and Roll Street in Midsland. Na 2 jaar afwezigheid gaat Midsland weer terug in de tijd. Een heel weekend lang genieten van de jaren 50 en 60. Live muziek, dansdemonstraties, oldtimers, suikerspinnen, hula hoop en nog veel meer. Kijk op de website rockandroll-terschelling.nl voor meer informatie. En wie weet zien we je volgende week. Op Terschelling kun je verschillende accommodaties overnachten. Maar hoe gaat het eigenlijk achter de schermen? We gingen kijken bij de Cyprian. We zitten hier bij Gerrit en Mireille Kooijman. En jij van achteren? Doornbos. Doornbos. Ja. Doornbos. Oh, van de Formule 1. Nou, bijna. Bijna. Neef van jou. Nee, die miste SRH. We zitten hier in Baarduinen, voor degenen die dat nog niet weten. En Mireille en Gerrit hebben een hele forse verbouwing gedaan in de Cyprian. En de Cyprian is een bed and breakfast. Vroeger was het een groepsaccommodatie, tegenwoordig is het een bed and breakfast en groepsaccommodatie. Want je kunt nog steeds met een groep wel terecht. Of zeg ik dat verkeerd? Ja, nee, klopt. Jij bent een stevige verbouwer, Gerrit, heb ik gemerkt. Ook het pand aan de overkant, je bent niet van half werk of zo. Nee.
Marije ergert zich er wel eens aan, want ik wil alles maar één keer. Jullie hebben dit pand hoe lang nu? We hebben het pand nu 14 jaar. 14 jaar al? Ja. En in het begin was het alleen groepsaccommodatie? Nee hoor, in het begin was het ook groepsaccommodatie en bed en breakfast. Dat deden we altijd voor het na-seizoen dan de groepsaccommodatie. Ja. En dan in het hoogseizoen altijd bed en breakfast. Ja. Maar goed, en dat, in principe zijn dat eigenlijk nog steeds wel. Ja. Ja. We hebben het natuurlijk overgenomen van Caritas, zo'n Duitse stichting. Ja. Nou ja, dat kwam toen te koop. Dus ik heb altijd gezegd, als het ooit te koop komt, dan ben ik degene die het gaat doen. Ja. Je hebt 14 jaar dus gedraaid, dus je weet ongeveer wel waar de bottlenecken staan. Waarom zijn jullie gaan verbouwen? Nou, dat kwam ook mede door de corona, zeg maar. Want we hadden natuurlijk heel veel kamers met gedeelde badkamer. Ja. Ja. En dat was natuurlijk in de coronatijd. Het voldeed niet meer aan de tijd? Nee, het voldeed sowieso niet meer aan de eisen. En in de coronatijd was het ook niet handig, want dan kon je het niet verhuren. Dus dan moesten we al voor de helft verhuren. Wat zijn de grootste ingrepen die jullie gedaan hebben? De grootste ingrepen zijn dat we... Alle kamers hebben nu eigen douche en toilet. Alle kamers? Ja. En het zijn er hoeveel? We hebben nu 16 kamers. 16 kamers? Ja. En voor 29 mensen begrijp ik niet? Ja, dus er zijn 4 eenpersoonskamers. Oh, en de rest. Ja, hebben we ook bewust gedaan, omdat er heel veel mensen ook alleen op reis gaan. Absoluut. Ja. Wie zijn nou geschikt om bij jullie op vakantie te gaan? Nou, in principe eigenlijk wel iedereen. Iedereen? Maar ja, het zijn meestal stelletjes die hier komen. Ja. Ja. Jullie hebben een inrichting die echt wel historische zeevaart van de Schelling weergeeft. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Ja. Hebben jullie dat bewust gedaan? Ja, we hebben dat bewust gedaan. Komt dat door je familie die allemaal ook een reddingsboot verleden hebben? Ja, natuurlijk? Bijna wel allemaal, hè? Ja. Ja. Volgens mij niet bijna, volgens mij allemaal. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, nee, dat hebben we wel bewust gedaan. En de naam is natuurlijk de Cyprian, het is natuurlijk een schip. Ja. En we hebben bewust daarvoor gekozen om het maritiem in te richten. Jullie zijn het hele jaar open? We zijn het hele jaar open. Geen dag vrij? Geen dag vrij. Nee. Waar ligt jullie interesse verder? Als je het zegt van nou, we hebben dit nu voltooid, deze verbouwing. En hebben jullie nog plannen verder om dingen uit te breiden of te verbeteren? Of dat je zegt nou... We proberen dat nog te bewerkstelligen. Nee, we zijn sowieso nog lang niet klaar, want we moeten nog de puntjes op de i, zeg maar. Ja, we willen de tuin nog aanpakken, dat ook gewoon gezellig knussenhoekjes worden. Geen wens meer. Jullie zijn nu eigenlijk wel op het punt waar dit had je in je hoofd en dit is het ook geworden. Ja. Hoe heet het? Waar zijn jullie allemaal te vinden? Ja, we zijn te vinden op onze eigen website natuurlijk, www.cyprian.nl. Ja. Facebook, Instagram, ja eigenlijk alle websites wel. VVV, booking.com. Overal. Overal, ja. Ja. Jij hebt verbouwd, maar jullie hebben behoorlijk ook aan duurzame dingen gedaan, volgens mij. Jullie hebben het goed geïsoleerd, heb ik wel. Ja. Wat zijn daar de highlights van? Nou, wij hebben natuurlijk een echt ouderwets dak. Ja. Gewoon een hout beschot en een pannen boven. Ja. Dus we hebben de beste isolatie aan de binnenkant gezet. En met de nieuwe dakkapellen ook geïsoleerd. Overal dubbel glas nu. Zonnepanelen ook nog, of niet? Ja, wel, hè? Ja, zonneboiler is dit. Jullie hebben van die hotpipes zeker op de dag? Ja, heatpipes. Heatpipes? Ja, precies. Ja, dat is zo'n reheat systeem is dat. Ja, dat is met die werken warm water, voor warm water. Ja. Dat is puur douchen en verwarming, neem ik aan. Of niet? Verwarming niet. Nee, alleen douchen? Het is puur douchen en warm water. En warm water voor de keuken. Ja. Dus kunnen jullie ook ontbijten? Ja. Tot? Hoe laat? Tot 10 uur. Tot 10 uur. Ja, dus je moet niet echt een stuk in je kont uit de kroeg komen en dan tot 11 uur slapen, dan mis je het ontbijt. Nee, dat kan natuurlijk altijd wel aangepast worden, maar meestal zitten de meeste mensen zitten voor 10 uur zitten wel aan het ontbijt. Ja, die zitten wel aan tafel. Ja. Wat leuk. Maar jullie hebben nu een zomertje gedraaid, toch? We hebben nu een zomer gedraaid in dit nieuwe... Ja, we gaan nu de winter in. We gaan nu de winter in, ja. Doen jullie verder geen speciale gekkigheid of zo, of arrangementjes of... Nee, dat doen de grote hotels al. Dus dat hoeven jullie. Daar hoeven kunnen wij niet meer aan tippen dan. Nee. Dus als je eigenlijk zeg jij van voor mensen die het niet zo massaal willen, nee, die kleinschalig willen, die gewoon een beetje huiselijke sfeer en niet in een megadump willen, die moeten naar de Cyprian. Die moeten naar de Cyprian, Het ziet er fantastisch mooi uit. Het is inderdaad wel, je waant je wel even in een andere tijd. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat moet ook. Dat gevoel moet ik hebben. Ja? Hoezo? Nou, dat knussen, de gezelligheid is...
Dat jullie is wel een dingetje. Jullie hebben niks meer met modern gedoe. Nee. Het gaat om kwaliteit, want jullie hebben wel kwaliteit. Goede bedden. Daar is niet op bezuinigd, zeg. Nee, er is nergens op bezuinigd. Dan wens ik jullie hartstikke veel succes. Dat komt goed. En dan moet het goed komen. Stel. Oké, top. En zoals elke week hebben we natuurlijk onze vaste rubriek Torenpraat. Torenpraat in deze editie. Wie met wortel, wie met, welkom. Dankjewel, dank voor de uitnodiging. Ja, nou, ik had graag even dat je er was, want jij hebt een heel leuk mooi bedrijf. En daarnaast ook nog het Hossenvolk, dus ja. Daar gaan we het allemaal over hebben. Eerst wil ik het even hebben over, jij bent hier geboren. Ja, klopt. En heb je altijd op het eiland gewoond? Ja, behalve voor de studie dan wel weg, maar ik had altijd een slecht onderbuikgevoel, dat is, heet heimwee, dus ja. Ik wil altijd weer terug. Ja. Ja. Maar heb je lang aan de wal gestudeerd? Nee. Net zo lang als nodig was en toen gauw weer terug. Gauw weer terug? Ja. Ja. En, nou weet ik het eigenlijk niet, hè. Jij hebt de Noordsvaderij, dus je gaat met een huifkar over de Noordsvader. Ja, klopt. Is dat een familiebedrijf? Nee. Nee, ik kom uit een familie met alleen maar zeevarenden, dus ik heb het eigenlijk alleen opgezet. Ja. Ik ben wel echt een paardenliefhebber en ik heb ook beroepsopleiding gedaan voor de paardensport. Maar omdat ik heel graag weer terug wou naar Terschelling, kwam dit eigenlijk op mijn pad. Ja. En Gijs Bol is ermee begonnen en vroeg mij of ik het uit wou voeren. Hij had het idee, ja. Omdat de Noordsvader natuurlijk vroeger altijd militair schietterrein was. En niet toegankelijk, alleen op zaterdag en zondag. Maar sinds 1995 is het weer toegankelijk en het is een prachtig mooi natuurgebied. Ja. Immens grote vlakte, maar ook om het hele dorp west is gewoon prachtig mooi rijden. Ja, Bosplaat ja. is heel bekend, de oostkant, maar de westkant is minstens net zo mooi. Ja, ja. En dat zijn wat kortere ritten, 2 uurtjes. Ja, mooie natuurtochten. Ja. Ja. Maar dat paarden en zo, dat had jouw hart al gestolen. Ja, ja, als kind al. Ja. 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 Dus dat, natuurlijk, dat gaat al gauw hier op het eiland. Ja, dit is echt paardeneiland. Het is echt een paardeneiland. Ja. En dan, de Noordsvaderij. Wat is nou een heel bijzonder verhaal wat jij vertelt? Als je... Nou, ik vertel, mensen gaan zitten op de kar en die geven zich eigenlijk over aan het hele rustige tempo. Ja. Waar ze ook even aan moeten wennen. Het gaat stapvoets. En stapvoets vertel ik alles wat je ziet of tegenkomt. En het kan soms hele verschillende... Ja, verhalen opleveren, ja. Ook van de mensen zelf. Mensen zitten ook vaak met elkaar nog leuk te kletsen. Maar ik vertel vooral over de natuur, maar ook over de paden en over de cultuur en over de tradities. En ja, ik draag graag het eilandgevoel uit. Ja, heel goed. En ik wil dat ze dat, als ze van de kar afkomen, dat ze echt een belevenis hebben gehad. Ja. En nu door het warme weer, want je zit nu op een tropenrooster. Ja, klopt. Ja. Dus dan komen ze met schemering. Ja, 's avonds. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele mooie ervaring. Ja, dan ga je helemaal de zonsondergang tegemoet, hè? Ja. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk echt de meest mooie momenten, volgens mij. Ja, ik geniet er zelf ook altijd nog van. Ja, dat is ook heel goed. Dat moet je ook blijven. Ja, je moet blijven waarderen wat je voor de deur hebt. Hè? Vaak zie je de schoonheid zelf niet meer als het voor je deur ligt. Nee, ik geniet ervan. En dat breng ik graag over. Ja. En daarnaast dus het... Hossenvolk, want daar ben jij voorzitter van? Ja, klopt. Sinds dit jaar ben ik voorzitter geworden. Ik zit al 29 jaar in het bestuur. Dat is een behoorlijke tijd. Ja, dus ik ben altijd erachteraan meegehobbeld. Maar nu ben ik voorzitter. En het is gewoon een hele leuke club. Ontstaan vanuit een fokvereniging. Ja. Die, Terschelling is van oudsher al een paardeneiland, maar... 40 jaar geleden hebben ze gedacht, goh, we gaan proberen keurmeesters hier naartoe te halen om toch het niveau of het kwaliteit van de paden omhoog te halen. Ja. En dat we ons ook kunnen meten met het vasteland. We hebben een klein aantal fokkers, maar wel hele fanatieke en ook goede paarden, Friese paarden. KWBN, Friese paarden? Ja, Friese, maar ook KWBN paarden, Groningen paarden, ook nog een Shetlander fokkerij. Dus zo kan je elkaar stimuleren, maar ook door keurmeesters hier van de wal
kan je ook uitgenodigd worden om naar de wal te gaan met je paard. Maar jullie organiseren ook behoorlijk wat dingen. Ja, want daaromheen hebben we gedacht van ja, ik kan niet alleen de fokvereniging doen, maar ook eigenlijk altijd aangespannen. Ja. Harddraverijen, ringsteken. En zit daar ook weer een soort historische component in? Dat het een verbinding heeft met het verleden? Nou ja, het is, kijk, Sint-Jan is een echte oude draverij. Hè? Dat is, maar dit hebben wij sinds 40 jaar zo'n beetje erbij georganiseerd. Dus. Ja, dus dan, dan hoort het uiteindelijk een beetje tot de traditie. Ja. Nee, maar het zijn ook altijd wel mooie evenementen. Ja, zeker. Waar veel mensen op afkomen. Ja. Ja. Dus dat moet ik wel heel dankbaar zijn om dat dan te organiseren. We zijn inmiddels alweer aan het eind van de straat. Mooi. Ja, dat gaat altijd snel. Ja. Bij het wakende oog krijg je een dilemma. Maar voordat je het dilemma krijgt, krijg je ook nog een cadeautje. Oké. Nou, Gerrit-Jan die geeft hem aan. Dankjewel. Ik weet dat je een hele mooie plek hebt bij de sportlaan. Ja. En er staat volgens mij ook echt een tafel daar. Ja. Echt, nou, volgens mij een mooie waterfles van de Brandaris. Ah, hartstikke mooi. Die past daar heel mooi water. Op. Water, oh ja. Ik dacht, ja, leuk. Ja, je kan er ook wat anders in doen. Nee, daar gaat water in. Leuk, nou, blij mee. Dankjewel. En dan dilemma oost of west? Zullen we dat in het midden houden? Ja, dat gaat niet lukken. Nee, dat mag niet. Oké. Okay. Dan moet je dwars door de kamer heen lopen. Ik ben een Wester, mijn bedrijf heb ik op West en ik woon op West, maar mijn hart ligt om Oost. Je hart ligt om Oost. En waarom ligt je hart daar? Ja, ik vind daar meer saamhorigheid. Ja. Midsland is echt mijn dorpje, gezellig, maar ja, West is ook gezellig hoor. Maar... Dus eigenlijk kun je niet kiezen, maar... Ja, als je me dan het mes op de keel zet, dan ga ik naar Midsland. Dat doen we niet, maar dan mag je richting Oost, loop ik richting West. Ja. Wil ik je heel erg bedanken. Goed. En tot de volgende keer. Tot ziens, ja. Nee, tot ziens. Mag jij die kant op blijven? Ja. Hey. De boer op de Schelling pakte afgelopen zondag uit. Tijdens een speciale fietstocht kon je een kijkje nemen achter de schermen. Dat de boeren in zwaar weer zitten, dat weet iedereen ondertussen. Ook het stikstofbeleid drukt een stempel op de boerengemeenschap op de Schelling. Daarom was het tijd voor even iets positiefs. De boerentour. Wij gingen even kijken. Hoe gaat die, Gerrit? Dat is leuk. Dat is wel druk, hè? Ja, hartstikke druk. Tenminste, ik zag vanmorgen een klein volk staan. Ik denk, nou... We gaan de hele dag door. Ja. Tot nou toe. Nog een uur. Want jullie hebben wel uitgepakt. Want ik ben ook bij een paar anderen geweest. Daar staat niet ver te beleven. Dat is jammer. Ja. Hij moet goed doen, hè? Zo is het. Nee, maar leuk. We hebben er een hoop werk van gehad. Dat geeft ze toe. Ja, maar dat geeft niet. Nee, maar het wordt ook gewaardeerd nou. Ja, dus, zeker. Dat hoor ik van de mensen. Hebben jullie ook nog reacties op de boerenacties? Nee,
Op mijn zakdoek? Heeft dat nog, heeft dat nog de aandacht van mensen? Of heb zeker wel, zeker wel. Zeggen ze wel van, we staan achter jullie of zo? Ja, ja. Wij weten ook niet 100% wat komt, dus... Nee, precies. Ja, dat weet niemand natuurlijk. Nee, dat is een beetje jammer. Ja. Een beetje jammer, hè? Het is wat het is. Ja. En de nieuwe plannen? We hebben nog heel veel plannen, maar... Of het doorgaat, weet je niet. Hopelijk wel. Ja, hopelijk wel. Succes, man. Komt helemaal goed, hè? Ja, komt helemaal goed. Hoi. 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 Wil je nog meer proeven van lokale producten? Komende zondag is de lokale markt in Oosterrent op het terrein van de Zeekraal. Goed, dit was het dan weer voor deze week. Vond je het een leuke uitzending? Klik dan even op het duimpje. En ben je nog geen abonnee? Klik dan op de abonneeknop rechtsonder in beeld. Heb je tips of ideeën? Dan mag je altijd een mailtje sturen naar info@terschelling.tv. En hou ook onze socials goed in de gaten. Wil je nog meer Terschelling nieuws? Dan kun je via info@deterschellinger.nl een abonnement nemen op weekblad De Terschellinger. Beste mensen, namens de hele crew dank ik jullie voor het kijken en zeg ik tot volgende week.